Hey, goedemorgen. Welkom bij Auto Siro. U heeft een Peugeot 3008 van ons gevonden. Dit is een 1.6 diesel HDI. Rijdt 1 op 27 gemiddeld, al dus de fabriek. Dat ga je niet redden hoor. 1 op 22, dat is reëel. Mijn schoonouders hebben een dergelijke auto mee nu naar Spanje. En werkelijk, echt, dat rijdt hij echt. Maar vooral, wat een vreselijk mooie auto zijn het geworden, de Peugeot. Kijk even mee, komt ie. Nieuwe model dus, de 3008. Dit is niet de eerste de beste, dit is de GT-Line. Dit is de uitvoering die je wilt. Hieronder zie je een hele grote sensor. Dat verraadt dat hij een rijlaanbewaking heeft, dat hij een dode hoeksensor heeft, dat hij adaptieve cruise heeft, dat hij 18 inch lichtmetalen velgen heeft. Als gezegd dus, deze wil je hebben, de GT-Line. Origineel privacyglas, allemaal mooie chromen accenten. En neem van mij aan, koop je een dergelijke auto, dan ben je autoliefhebber. Deze vorige bereider zeker, meneer of mevrouw. Want er is geen krasje, geen deukje, helemaal niets te vinden. Dubbele uitlader achter. Dat is de camera, excuus. We gaan even kijken. Geen elektrische klep. Nou ja, dan gaat die ook vlotter open. Mooie, ruime kofferbak, maar ook gelijk vloers. En dat is makkelijk met in- en uitpakken. Een reservewiel. Ook niet onbelangrijk. Andere zijkant. Velg ook onbeschadigd. En nogmaals, geen krasje, geen deukje, niks te vinden. Hij is even vlot afgewassen. Verder is er nog niet veel aan gebeurd. Maar wat een vreselijk mooie auto. Gaan we even naar binnen, want het is net of je een cockpit instapt. Lederen deurpanelen. Natuurlijk 4 elektrische ramen. De cruise control hier achter het stuur. Kijk, en dit is de Peugeot iCockpit. 115.000 kilometer, prachtige stand natuurlijk om te beginnen. En het leuke is, kijk, bij 112 heeft hij nog een onderhoudsbeurt gehad. Dus daar heeft de leasemaatschappij zich even vergist. Want normaal gesproken weten ze wanneer die eruit gaat en dan doen ze er gewoon niets meer aan. Nou, dit soort stoelen, neem van mij aan, een comfortabele ruststoel is er niet. Je wou dat hij in je woonkamer kon staan. Hier zie je nogal wat knopjes. Het is een volle automaat. Rijdt geweldig. En er zit ook volgens mij een App Store in, zodat je ook Apple CarPlay hebt. En dat is echt een geweldige optie. Je moet even geduld hebben of hij is aan het updaten. Kijk, daar is hij. Kijk, de Apple CarPlay. Dit is voor Android. Hij is er eventueel ook voor Apple. Echt. Qua navigatie is geen fijnere optie. Leuk hè, stuur blijft zo. Hier hebben we het GT-Line logo nog een keertje. Heb je ook dus die donkere hemel. Maakt hem wel heel chic. Achterin. Keurig netjes. Lijkt wel ongebruikt. Prachtige auto. Ik ben er heel erg enthousiast van zoals je merkt. We hebben ook de Peugeot 5008, als je een maatje groter wil, een 7-zitter bijvoorbeeld. We hebben ook nog een 3008, maar dat is een 2 liter diesel. Die heeft 180 pk. Echt een keer de moeite waard om zeker eens te proberen. Laat je niks wijsmaken over een diesel, dat is gebeurd. Nee, echt niet. Dit is Euro 6 diesel. Vreselijk zuinig, hartstikke schoon. En nou, ik denk dat de milieuzone in 2030 misschien eens een keer wat van Euro 6 gaan vinden. Ze zijn nu bezig met Euro 3. En Euro 4 wat van te vinden. Dus dat gaat nog wel eventjes duren. Dus wil je nog een diesel? Dit is het laatste rondje denk ik. En een fijnere auto is het niet. Heb je nou wat in te ruilen? Zijn wij hartstikke blij mee. Mag je even wat fotootjes van app of mailen? Dan gaan wij u een bedrag noemen. Het enige wat we van u nodig hebben is een telefoonnummer of een e-mailadres. Dat we in contact kunnen komen. We willen hem wel thuis bezorgen. Wij willen eigenlijk alles wel. We moeten alleen even contact hebben. Heel graag tot ziens. Dankjewel.